Hoi, superleuk dat je er bent en dat je je boek hebt meegenomen. Zou je aan de kijkers van het filmpje even willen vertellen wie je bent en welk boek je hebt meegenomen? Mm-hmm. Ik ben Josephine. Ik heb dit boek meegenomen, Fake Trip van Margie Woodrow. En ik zit bij Jonge Sieren Boekgenootschap. Nou, Fake Trip gaat over een vierdaagse schooltrip naar Barcelona. En iedereen hoopt natuurlijk lekker te chillen en naar het nachtleven te gaan. Maar dan gebeurt er een afschuwelijk ongeluk in de Sagrada Familia. En de vraag van het boek is eigenlijk, wat is echt en wat is fake? Mag ik jou een paar vragen stellen over het boek, Josephine? Zeker. Wat is jouw favoriete personage en waarom? Nou, mijn favoriete personage in het boek zijn Demi en Billy. Het zijn de hoofdpersonages en dat is juist het leuke. Want zij gaan om die spannende zoektocht van wie het nou heeft gedaan en wie niet. Goed geantwoord. En als we de vraag even gaan omdraaien, wie zou je absoluut niet en nooit ook willen zijn? Dan zou ik kiezen voor Jaura. Want Jaura is het vriendje waar Demi ook verliefd op is. En Jaura probeert juist Demi in de war te zitten met die zoektocht. Ja, dat klinkt als een heel onaardig typetje. En als je aan de kijkers eventjes zou willen vertellen wat je zo leuk aan het boek vond? Het is een heel spannend boek, want je wordt echt meegetrokken in het verhaal van de hoofdpersonen van Demi en Billy. Die dus op zoek gaan naar degene die die moord of ongeluk hebben gemaakt. Klinkt ook heel erg spannend. En nu denk je misschien, Josephine, dat je klaar bent. Maar nu komt het hele spannende gedeelte dat jij een vraag moet beantwoorden waarvan je niet weet wat er op het kaartje staat. Trek hem, lees hem voor en beantwoord hem naar eer en geweten. Deze. Waar zou je liever willen wonen? In een bibliotheek of bioscoop? Ja, bibliotheek heb je wel weer meer boeken om te lezen. Maar als je al die boeken uit hebt gelezen, dan denk je ook weer van wat moet ik doen. Maar in een bioscoop, dan is het ook weer hetzelfde. Van, kan je dan zelf kiezen wat voor film je wil of niet? Maar je moet kiezen. Is dat wel lastig? Nu, 3, 2, 1. Bioscoop, denk ik. Oké. Dankjewel, Josephine, dat je er was. En leuk dat je over je boek hebt verteld. Graag gedaan.